Smoking en strikje, dat was zijn handelsmerk. Henk Leupen, vroeger een bekende verschijning in de binnenstad van Groningen. Beter bekend als Henkie Terrasstoel. Tegenwoordig geniet Leupen van zijn oude dag in verzorgingstehuis Pelsterhof. Deze week werd een portret van hem onthuld, gemaakt door de schilder Herman van Hoogtalem. Oh. Mooi, mooi, mooi geworden. Erg mooi geworden. Precies, ja. Keurig. Met je ogen en alles bij elkaar. Ja, heel goed, heel goed. Het schilderij maakt deel uit van een serie portretten van oudere en dementerende mensen die Herman van Hoogtalem maakte. Aanleiding voor de serie was het dementeren van zijn moeder 20 jaar geleden. Het heeft geweldig veel indruk op mij gemaakt. En natuurlijk ook de verandering van mijn moeder. En het is eigenlijk altijd bij me gebleven. Dat hele verhaal en die beelden. Dus 2 jaar geleden dacht ik, ja, ik wil gewoon een keertje terug naar die deel. Gewoon een keertje kijken, tekenen. En ja, het is eigenlijk heel prettig uit de hand gelopen. Van Hoogtalem is meer dan 2 jaar bezig geweest. Tekenend op locatie en schilderend in zijn atelier. De ene keer was het heel makkelijk, omdat iemand bijvoorbeeld helemaal in een soort houding bevroren lijkt. De andere keer zijn mensen heel bewegelijk enzovoort. Dus dan zat ik er heel lang te tekenen en te tekenen. Ook foto's gemaakt natuurlijk. En dan ging ik terug naar mijn atelier en dan begon ik iets. En op een bepaald moment dacht ik van, ik moet het toch weer verifiëren. Dus ik ging ook heel vaak terug weer. De vader van Gert Drent, Eltjo Drent, verbleef in Huizen Patrimonium. En ook van hem is een schilderij gemaakt. Gert Drent is blij met het resultaat. Ik heb het nooit zijn dementie als negatief ervaren. Het hoorde bij het leven. En zo heb ik er ook tegen aangekeken. En wat natuurlijk ook is, ik heb een kans gehad om ook een tijdje voor hem te zorgen. Zoals hij voor mij heeft gezorgd. Schilderijen worden begin volgende maand tentoongesteld in het Drents Museum. Ook is er een boek verschenen. In de Pelsterhof werd een borrel gedronken na de onthulling van het schilderij. Grote afwezige? Henk Leupen. Die stond stil te genieten.